is alsnog een droom natuurlijk, omdat ik heel lang in de jeugd heb gespeeld en dan kijk je uit naar de arena. En ja, nu speel je een, vrijdag in een volle arena, alleen aan de andere kant, dus toch nog wel een droom uitgekomen. Gewoon even je ogen dicht doen en doen alsof je in het Ajax zit. Nee, dat zeker niet, dat kan niet meer. Maar ja, het is natuurlijk wel, wel leuk om in de arena te spelen. Na 7 seizoenen op de toekomst speelt Ché Nunnely sinds de zomer voor Willem II. In een team dat geweldig draait is de snelle buitenspeler deze week uitblinker. Ja, natuurlijk als je goede wedstrijden speelt wil je rendement halen. En ja, gelukkig is dat nu gekomen met goals en assists, dus ja, ik ben blij. Ik denk dat ik het vooral moet hebben van mijn acties en mijn snelheid. En ja, nu ook van het scorenvermogen, dus ja, dat een beetje. Zijn statistieken van de laatste weken zijn waanzinnig. In 3 duels maakte hij 3 goals en gaf hij 3 keer een assist. Willem II draait als een tierenlier, 4e nu. Hoe kan het dat jullie het zo goed doen? Ja, ik denk dat we hebben een mix van wat ervaren jongens en wat jonge jongens. En ik denk dat het goed klikt. Iedereen weet wat we van elkaar willen verwachten. We spelen goed. En ja, dan komen zulke dingen komen dan uit. Een mooiste herinnering? Ja, eigenlijk gewoon de mooie wedstrijden die ik heb gespeeld. Ja, goede momenten, goals die ik daar heb gemaakt en vrienden natuurlijk. Ja, waar moeten ze bang voor zijn? Voor jou? Dat fans houden van acties en nu ook dat je ook nog gaat scoren, ja, dan krijg je natuurlijk een eigen liedje en zo. Dus het is wel, wat is dat liedje? Leuk. Ja, ik ben niet echt zo goed in zingen, maar ja. We hebben maar de tekst dan. Hoe gaat die? Ja, ze doen dus ja, het is wel mooi. Ik kom uit Almere. Ik heb heel lang bij Ajax gespeeld. Dus natuurlijk is, ja, zit Ajax nog diep in mijn hart. Maar vrijdag is het eventjes, ben ik even de rivaal. Dus, ja. Wie was eigenlijk altijd je beste vriend in de jeugd van Ajax en waarom? Ja, natuurlijk Noa, Justin. Blijf het. Ook omdat we gewoon een beetje hetzelfde zijn. En ja, ik heb heel veel vrienden gemaakt. Nafayo Bakboord die nu niet meer speelt. Dus ja, heel veel vrienden. Nou, ik denk dat ik altijd wel een van de beste was. Dat het altijd wel gewoon goed ging. Dat ik altijd wel belangrijk was voor de teams. En ja, dat ik heel veel plezier heb gehad. Ja, ik had 2 jaar in Jong gespeeld. En ja, natuurlijk wil je dan jezelf bewijzen op het hoogste niveau. En op dat moment was het bij Ajax lastig. En dan ga je verder kijken naar betere opties. En ja, daarvoor koos ik Willem II en ik denk dat het nu wel goed uitpakt. En wie van je oude teamgenoten bij Ajax gaat het verst schoppen? Ja, die heeft het al eigenlijk het verste geschopt. Dat is Matthijs de Ligt. Maar ja, ik denk dat er nog vele aankomen. Noem eens wat. Ja, die staat hier. Nee, grapje. In het begin was het natuurlijk heel erg fysiek. Fysiek moest ik nog wel even kijken van hoe ga ik mezelf goed erin spelen. Maar breder? Ja, ik zie het niet. Nee, nee nu gaat het wel gewoon goed, dus ja. Dat... Niet juichen toch, als je scoort vrijdag? Ja, ik zou me proberen in te houden, maar... Ik kan niks beloven zeker? Nee, zeker niet. We hopen dat Ajax natuurlijk... ja, misschien op wat plekken ja, gaatjes laat liggen of misschien kleine foutjes en dat wij gewoon daarvan kunnen profiteren. En we hopen gewoon dat wij het goed kunnen doen daar en het hoogst haalbare proberen te halen daar. Een puntje. We gaan voor 3, ja. Maar toch wel. Weet je. Ga je Noa Lang nou opzoeken, ook vrijdag in de wedstrijd? Nou, hij houdt heel erg van deze beweging, die shuffle. En ik zeg altijd tegen hem van, bij mij moet je dat niet doen. Dus als ik een keertje kom, bij die kant, dan zou ik hem wel aanpakken. Welke beweging? Deze, hij houdt altijd van die shuffle beweging. Ah, dus, die herken jij direct? Ja. Daar trap je niet meer in? Nee. Ze hebben hele goede spelers en ook nu jonge jongens die het gewoon heel goed doen. En jongens waar jij zelf mee hebt gespeeld die het nu gewoon goed doen, dat is ook gewoon leuk om te zien. En als je nou moet kiezen, of je scoort vrijdag een hat-trick, of je keert later in je carrière terug bij Ajax? Wat zijn dat nou weer voor lastige vragen? Nou ja, laten we het voor nu ophouden dat ik dan vrijdag een hat-trick scoor. Finito!